allemaal, leuk dat jullie kijken naar de nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Wisten jullie dat je je hond of kat kunt verzekeren voor ziektekosten? Nee, ik wist het ook niet, maar ik ga jullie daar vandaag alles over vertellen. Blijf kijken! Toen ik besloot Matzy te nemen was ik vooral bezig met wat voor leuke spulletjes ik zou kopen en hoe schattig die was en welk halsbandje allemaal leuk was. En kunnen jullie nog herinneren dat ik voor het eerst Matzy ging bezoeken? Kijk, ga nu even kijken, zo schattig. Oh, zijn jullie lekker met z'n drie aan het spelen nog? Hallo Molly. Matzy onderweg naar huis, ze vindt het nog wel een beetje spannend. Voor de eerste keer in de auto, maar ze doet het echt heel erg goed. Ze gaat denk ik zo meteen slapen. Matzy is er en Matzy is blij in zijn nieuwe huisje. Joehoe! Spelen! Dat is ook cool. Matzy gaat de hele tuin ontdekken en ze heeft hier een knuffelspeeltje waar ze heel blij mee is. En het is best wel cool dat zo'n puppy, die gaat meteen op ontdekkingsreis. Oh, een takje, dat is ook interessant. Nee, dit is geen voor de camera. Ik weet niet of mijn lens beslagen is. Ik kan het even niet zien. Volgens mij heeft Matzy net aan de camera een likje gegeven. En dat ik alle spullen, nieuwe spulletjes voor Matzy ging unboxen. Kennen jullie die nog? Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Als je op een gegeven moment besloten hebt om een hond te nemen of een puppy, dan heb je heel veel dingen nodig. En in deze aflevering ga ik mijn puppybox unboxen en laten zien wat ik allemaal heb voor mijn puppy en wat je allemaal eventueel nodig zou kunnen hebben. Even kijken hoor, ja dan heb ik, oh deze is zo geweldig. Dit is een soort van Ibiza-stijl halsbandje en ik vind hem zo ontzettend cool omdat hij, ja hij is, ik zal hem even dichterbij laten zien. Ja hij is echt, jongens, dit is echt gewoon hondenfashion. Geld uitgeven voor je dier is super leuk als je dan in ieder geval gewoon iets zo leuks ervoor terugkrijgt. Bijvoorbeeld nieuwe spulletjes, een nieuwe kussen, bordjes, speeltjes. Maar wat niet leuk is, is als je dier ziek is en je moet naar de dierenarts en je moet betalen of het is heel duur en je kan niet betalen. En weet u nog dat Matzy ziek was? Dat was zo zielig. Ik heb heel sneu nieuws, namelijk Matzy is ziek. Ik merkte aan Matzy dat hij zich niet helemaal lekker voelde, omdat ja, Matzy is normaal altijd heel erg druk en speels. En nu wilde Matzy eigenlijk alleen maar slapen en keek een beetje droevig uit zijn ogen. En kijk, elke hond is natuurlijk wel een keer ziek. Dus als een hond een keer ja, niet wil eten of niet uit wil, dan is er nog steeds niet echt iets aan de hand. Maar er zijn wel bepaalde symptomen dat je kunt herkennen dat je hond echt ziek is. En honden zijn heel anders dan mensen, want wij mensen zijn eigenlijk watjes vergeleken met honden. Omdat honden, ja, zijn diehard. Matzy heeft nog koorts, best wel een hoge koorts. Zijn oren voelen ook ja, echt heel erg warm aan. Dus hij is echt nog een beetje ziek. Maar zoals je ziet, als je hem nu ziet, zou je het niet zeggen. Dus hij houdt ons een beetje voor de gek. En ik ben toen ook naar de dierenarts geweest, later nog, na die video. En als ik Matzy had verzekerd, had ik dus de kosten voor die dierenarts niet hoeven te betalen. Maar dat wist ik op dat moment ook niet. En ik ben nog een keer naar de dierenarts geweest met Matzy. Dat was toen Matzy gecastreerd moest worden. En oh, dat was ook zo erg. Ik vind het zo zielig als je die dieren moet meenemen naar de dierenarts. Omdat ze komen eerst helemaal blij binnen en daarna krijgen ze een prik of worden ze ineens gesteriliseerd, gecastreerd. Echt super sneu. Matzy, ga je mee in de auto? Ja, je moet mee in de auto. We moeten naar het ziekenhuis. Niet leuk, hè? Nu ben je nog blij, Matzy, maar we moeten echt gaan. Ja, je weet niet waartoe. Dat vind ik wel lullig voor je. Oké, we zitten nu in de wachtruimte. En Matzy piept een beetje, want hij ruikt natuurlijk hier de geurtjes van andere honden die misschien een beetje bang waren hier. En Matzy begint nu al een beetje zenuwachtig te worden. Oh, ik ga even doei tegen je zeggen, Mats. Ja. Sterven met operatie. Matzy is dus net geopereerd en de operatie is goed gegaan. Ze is wel onder narcose geweest en het schijnt dat ze van de narcose nog best wel ja, lang een beetje moe blijven. Ja, ik vind het eigenlijk wel echt super sneu. Ze moet dus nu een pakje aan, omdat er zit een hechting in haar buik. Het is niet heel groot, het is ongeveer ja, 5 tot 8 centimeter ongeveer. En dat is de hechting en ja, ze mag daar niet heel veel aan likken, want een hondentong heeft natuurlijk veel bacteriën. En ja, ze moet vooral nu heel rustig aandoen en daar baalt Matzy echt heel erg van. Want Matzy gaat het liefst gewoon ja, lekker spelen op de manege en we hebben lekker open haard aangezet. Ja, ik vind het echt sneu voor Matzy. Hé, lieve Mats. Eigenlijk had ik zelf Matzy helemaal niet willen castreren, maar ja, weet je, mijn vriendje Max die was super bang dat ik puppies zou willen nemen met Matzy, omdat ze had me heel erg leuk geleken. En, ja, we hebben een keer kittens genomen en ja, die kittens die hebben het hele huis gesloopt. Dus ja, ik moest hem helaas laten castreren, maar aan de andere kant het is veel beter voor je hond. Want als je geen puppies wil of geen puppies mag, ja, dat loopsheid is heel vervelend en ja, een hond voelt zich toch minder lekker. Dus ja, dat heb ik dus laten doen. Maar als ik Matzy had laten verzekeren, had ik ook die dierenartskosten niet hoeven te betalen. En had ik weer allemaal leuke dingen kunnen kopen. En laatst, een vriendin van mij die moest naar de dierenarts. En die hond was echt super ziek. En toen bleek de behandeling echt heel erg duur te zijn. En zo ben ik erachter gekomen dat je je hond dus ook kunt laten verzekeren, of je kat. En dat je nooit voor verrassingen komt te staan. En dat je ook nooit... dat je het gewoon, hoe erg is als je hond ziek is en je kunt het niet betalen. En daarvoor wilde ik dit met jullie delen. En wil je je dier nou verzekeren, dan heb ik een hele goede tip voor jullie. Ga naar de website van Reaal Dierenprat om het te regelen. De link staat hieronder. Nou, voor nu, dankjewel voor het kijken. Ik wil jullie dit toch even meegeven. Doe een duimpje omhoog en tot volgende week. En als jullie nog leuke ideeën hebben voor de video's, zet het hieronder. Misschien gaan we het doen. Doei!